aan, ik spring erop. De race is begonnen. 12 bekende Nederlanders in een waanzinnig avontuur dwars door India. Deze week in Peking Express VIP. Denk jij er 1 seconde over na? Hoe eenzaam ik hier ben. Let's play cricket. Hij ziet er het meest lekkere uit van alle drie. I always want to join the police. Oh, de kutbus. Oh. Willen jullie allemaal mee vrouw spreken, jongens? Wat zeg je, Lieverd? No, don't drive fast. Ik denk dat jou overvallen wordt. Dit is het ultieme avontuur. 12 VIP's met maar 1 doel. Net 1 euro per dag. Zo snel mogelijk liften. Dwars door India. Ze weten niet waar ze terecht zullen komen. Oké, we gotta go, Aan welke gevaren ze blootstaan. Rustig aan, En hoe dit hun leven zal veranderen. De VIP-duo's vertrekken vanuit de miljoenenstad Nagpur in het midden van India. Bij de grootste wasplaats van de stad, de Dhobi Ghat, start deze eliminatie-etappe. Goedemorgen allemaal. We gaan beginnen aan de 6e etappe. Een etappe waarin jullie naar Hyderabad moeten liften. En het duo dat daar als laatste aankomt, moet de race verlaten. Pieter en Regina, jullie hebben de vorige etappe een vrijgeleide gewonnen. En dus worden jullie dadelijk met de vrijgeleide bus naar de proef gebracht. Want daar zullen jullie de vrijgeleide moeten verdedigen. Jullie mogen vertrekken. Succes, jongens. Succes. Ik merkte dat Pieter wel heel veel moeite had met het feit dat de regels zijn aangepast. En ik moet zelf ook zeggen dat bij mij meteen een gevoel kwam van... oh jee, ik zit weer midden in die race en we zijn er nog niet. De 6e etappe gaat van Nagpur naar de provinciehoofdstad Hyderabad. Wie vandaag als eerste in het plaatsje Nirmal aankomt, moet het tegen Pieter en Regina opnemen in de proef. En die heeft alles te maken met volkssport nummer 1 van India, cricket. Om nou te zorgen dat jullie al een en ander weten van het spel, zijn er hier 3 cricketspelers. En jullie moeten straks ieder 1 van hen meenemen met liften. Er is alleen 1 probleem. Hun competitieshirt zit nog in de was hier op de wasplaat van Dhobi Ghat. En die moeten jullie zo gaan zoeken. Het koppel dat straks als eerste het juiste shirt heeft gevonden en het draait allemaal om het logo, dat mag hier ook als eerste vertrekken. En er is nog 1 ding. Dat duo mag ook bepalen welk ander koppel deze zware tas met cricketspullen mee moet nemen. Oh, dat geef van ons, jongens. En een extra persoon heeft iedereen, maar die extra tas. En dan weet je dat zo'n tas dat net de bottleneck is dat je wel of niet in de auto kan. Op mijn teken mogen jullie op zoek gaan naar hun shirt. Allemaal klaar? Start! Omdat het een eliminatie-etappe is, wil niemand als laatste eindigen. Voor Bart voelt het bijna als een thuiswedstrijd. 100 meter lange lijnen. Dat is natuurlijk heel mooi, ja, voor mij als zoon van een wasserettehouder. Daar hangt er eentje. Van de andere teamer. Heb je hem? Nee, ik kon ons shirt niet vinden. Hun grootste concurrenten, Hanna en Terence, hebben wel succes. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Simone, waar ben je? Hier ben ik. Bob, ja, Bob, ik heb hem. Als een soort klein kind. Hey, ik heb een shirtje gevonden, Bob. Dus het was heel spannend, heel leuk, een heel goed begin van de dag. We gaan eens kijken. Hanna Terence, jullie zijn hier als eerste. En jullie hebben het juiste shirt. Dus jullie mogen meteen vertrekken. En jullie mogen bepalen aan wie jullie de zware tas meegeven. Bart en Simone. Uiteraard. Bart en Simone, veel succes. Mazzel. Dus kijk elkaar aan, wisten meteen van Simone en Bart, die krijgen hem. Dat is een bot. Laten we zien. Dit is shirt, ook jullie mogen vertrekken. Let's go. Here, give him a shirt. Did you eat already something? Have you eaten? No, I'll buy something. Okay. We go without food the whole trip. Dus, ja? Let's go. Nirmal. Nirmal, that way? Hij ziet er het meest lekkere uit van alle drie. Ook leuk voor de vrouwen. Ja. Dat je zoiets hebt van,
Hij met de stok, kom maar hier. Waarom zien we het niet? Wat zien we niet? Hij houdt ook binnenste buiten, hè? Ja. Mijn en ik waren gewoon, vijf minuten bezig of zo, voordat we het vonden. Hanna Terrensen waren hier als eerste. Ja. En die hebben besloten dat jullie de zware tas mee moeten nemen. Dat dacht ik al. Geen verrassing voor jullie? Nee, natuurlijk niet. Nee? Je bent het minst populaire koppel, dus dan krijg je de tas. Dank je. Succes, Bart. I will carry your bag. Bij Hanna en Terrensen heb ik echt een idee dat ze, als het enigszins kan, dwars proberen te liggen. Volgens mij is het ook wel persoonlijk. Het is absoluut niet persoonlijk. Ik bedoel, het is gewoon omdat zij tot nu toe elke keer nek aan nek met ons liggen. En nog zou ik me niet verbazen als ze heel ver komen vandaag. Hoor. Ja, dat ze straks ons inhalen en dat Bart op het dak ligt met 2-3 tassen op. De enorme krikkentas lijkt niet goed voor het humeur van Bart en Chimène. Ja, ik heb hem nog niet aangeraakt. Jij trekt hem nu toch net dicht, darling. Wat ik aan hem heel erg merk is dat hij als een kind begint te stampvoeten. En dat ik zoiets van, ja, doe even normaal. Ik heb het ook zwaar. Ik doe het zelf. Ja, yeah, I know. Where do we go to? What do you do? Die jij me al rondlopen met mijn gaten in mijn handen door Amsterdam heen. Ik heb jana, hè? Kom lopen, waarom heb ik daar een voorzak tegen gehad? We hadden een hele leuke cricket speler gekregen van mee. Die gelukkig wat kleiner was dan dat wij zijn. Ja, precies, er zat niet eens haar op. Dus het maakt hem al helemaal een soort van compact om mee te nemen. 8 kilometer Nirmal Mangala, Hyderabad Chapele. Hij begreep het al heel snel. Hij ging heel snel erbij staan, bemoeide zich er heel snel mee. We hadden meteen een leuke lift. Dit is een gevangenbusje, Bob. Ja. Het is in ieder geval veilig. Is de cricket helm? No, it's a police helm. I always want to join the police. Hanna en Terrence vinden dat ze het getroffen hebben met hun baboe. Meestal zijn wij dit aan het doen. Ja, ik heb helemaal geen ballen als zo'n cricketspeler erbij. I think we're gonna win. I trust you, fully. Really, really. Heel lief ventje. Ik moest heel erg lachen. Hij is een beetje een flirt. Hallo. Stop. Sir, hallo. Can you please help us? Drie tassen? Nee, gaat niet. Oké. Die extra tas, die was echt wel in kleine autootjes gewoon nog een extra man. Dus eigenlijk reisden we met z'n vieren in plaats van met z'n tweeën. Focus on fast cars. Fast cars. Please. Kutbus. Wanneer Bart en Chimène eindelijk een lift hebben gevonden, worden ze op hun vingers getikt. De car wat we are stopping right now, they are a bit of scary. By the way you are stopping the car. Oké. Ja, hij zei de manier van stoppen van auto's is agressief. Okay. Je moet iets beleefd naar de auto stoppen. Dat heb ik niet gehoord. Hè. Yeah, you go this way. Yes. Bas en Bob zijn ondertussen heuse verkeersregelaars geworden. Gelukkig houdt een cricketer ze bij de les. Tussen Bas en Bob is in de race een hechte vriendschap ontstaan. Altijd een verrassing. Oh, hier kan een tas in. De eerste dagen hebben we gewoon elkaar meteen gevonden. We vullen elkaar zo mooi aan. Op een gegeven moment heeft Bas het heel moeilijk gehad. En heb ik hem er echt doorheen kunnen slepen. Ik was ook duizelig van je. Ik word echt slag op klap in één keer getrekken. Gewoon niet, joh. Van die wegtrekkers, man. Wel in de ogen had al een hele grote waterkeuring gehad. Ja. En daar moet ik heel voorzichtig op zijn. Maar vandaag is het aan Bas om Bob zijn moraal op te krikken. Die wenkbrauwen van Bob zakken steeds verder over zijn ogen. Nou, dan ziet hij er steeds woester uit. Ik mis gewoon mijn trainingen. En ik mis gewoon de energie in mijn lichaam om wat te gaan doen. En ik voel hier gewoon dat mijn lichaam elke dag minder gaat worden. Nederland, oh Nederland, jij bent de kampioen. Niet alleen Bas en Bob worden geplaagd door heimwee. I used to call my sister, sometimes 6 or 7 times a day, sometimes 12, and my best friend too. No, I love India and I really feel comfortable. But like yesterday, I was really up. I really miss my family, you know, and I want to see them. You're not allowed to call? No, nothing.
mis. Ik mis mijn geliefdes om me heen heel erg, weet je. Mijn ouders, mijn... Ja, ik mis dat gewoon. Gewoon kloten. Soms denk ik ook van, oh, ik wil naar huis, man. Pieter en Regina zijn met een vrijgeleide bus op weg naar de proef. En ze willen zoveel mogelijk opsteken over cricket. En dat is niet eenvoudig. Nee, ik kan het elkaar niet tekenen, hoor. Dat wordt niks. Jawel, laten we het proberen. Sir. So we have one day cricket is two innings. Right. And every inning is up to 50 overs. 50 what? Overs. Als je er middenin zit, dan denk je echt, oh my god, dat is echt waar. Begin, einde, geen idee. Spel, rondje, cirkel, houten bed. Waar gaat het over? They are wooden sticks. Wooden sticks. And they stand next to the wicket. Dat is de wicket. Oh, dat is de wicket. Dus die drie staanders met dat twee plankjes is het wicket. Yes. Ja. We say it is the biggest religion of India. One hour has to be bowling 4 minutes time. Okay. Within the 4 minutes. As a rule. As a rule. Onbegrijpelijk. Even wachten hoor, want dat is a lot of information. So, weet jij het nog of? Ik weet het al helemaal niet. Okay, we start again. Sorry. So it goes in the air. But because one side is more shinier, this side gets less resistance. That's why the ball swings like this. Straks verdedigen Pieter en Regina in een speciale cricketwedstrijd hun vrijgeleide tegen het eerste duo dat hier binnenkomt. Maar wie dat zijn, is nog maar de vraag. Bas en Bob gaan aan de leiding. Maar Hanna en Terence zijn vlakbij. En voor het eerst liggen Bart en Chimène op de laatste plaats. This is the maximum speed he's gonna drive. Because we are last now. Oh, sorry. Precies op zijn voet. Oh. Dan legt die tas anders hier neer, Bart. Ik denk dat we eruit gaan dan. Deze rijdt niet echt hard. Thank you. Gewoon wachten op mijn auto. Ik ga gewoon alleen maar wachten op mijn auto. Ik ga gewoon niet in die auto, in die vrachtwagen zitten. Oké, there's another truck. Ik ga niet meer de luxe permitteren van, laten we maar wachten op een hele grote 4x4. Ik doe de volgende wel. Laat me maar niet uit. Het is niet voor ons. Laat me zitten. Ja, regel jij maar een andere auto. Dan schiet maar op. Can we go inside? Namaste. Kijk uit. You see the truck in front of us? Ah, de meisjes. Wat een Bob. Hi, redden we nog wel, Bobby? Zij passeren ons en dan worden ze bij een dorpje afgezet waar wij dan weer langs gaan. En we zien elkaar steeds voorbij gaan. Hallo! Steeds passeren. Juist zo bafassen. Er was een boplaag voor ons, dus het was wel heel erg spannend. Vanuit de langzame truc blijven Hanna en Terence speuren naar een snellere lift. This one stops here. Babu. Can you ask him? Nirmal mein chhod dena, saab se main poochne. Drive, chalo. Ah, lekker even stoppen. De chauffeur van Bas en Bob heeft niet zo'n haast. Dus hij ging tanken en toen reed hij over, echt letterlijk naar de benzinepomp, zijn auto naar de overkant. En toen ging hij zijn auto nog met koelwater bewerken. Toen deed hij dan water in het koelsysteem. En daar hebben we tijd verloren. Daar hebben we ontzettend veel tijd verloren. Ik geloof dat ik wel een beetje weg ben gezakt in de Ambassador. In 58 hadden ze nog geen airco. Bob geloof ik ook. Ja, oké, chillo. Straks in Peking Express VIP, de duo's mogen naar huis bellen. Schatje! Dag. De VIP's racen naar de proef. En Bart en Chimène liggen voor het eerst op de laatste plaats. Ondertussen zitten Hanna en Terence, Bas en Bob op de hielen. De mannen zijn ingedut en hebben niet door dat ze worden ingehaald. Yes, we're happy. We're gonna win, hè? We hebben het wel. Namaste! Save the team!
Oh, yes, yes, yes. Hanne en Terence krijgen hun cricketuitrusting en zijn klaar voor de proef. De race wordt stilgelegd. Hanne en Terence hebben als enige Nirmal bereikt. Bas en Bob en Bart en Chimène moeten op zoek naar een slaapplaats onderweg. Hey, thank you very much. Thank you for your help. Sorry we could not play with you. I would love to play with you. And good luck with your career. Ik ga daar zitten bij het restaurant. En dat is het. Ga ik even chillen. Thank you very much for the long trip. Thank you. Bob is gefrustreerd omdat hij niet mee kan doen met de proef. Maar dat is niet het enige. Ik heb het nog gehad. Gewoon puur het reizen en met mensen om me heen. En dan op het moment dat je gestopt wordt van het is over. Ja, dan zak ik helemaal in elkaar en dan komen er weer massa mensen om je heen staan. En heb ik het helemaal gehad met India. Nog ver lopen? Ja, dat maakt me niet uit. Zolang we lopen, lopen er geen mensen om me heen. Niet alleen Bob zit er doorheen. Ook de andere topsporter Bart ziet het niet meer zitten, nu die niet voor de winst kan gaan. Yummy, yummy, yummy. Ja, de wetenschap dat we overmorgen thuis zitten, dat doet me wel goed. Jij zit al thuis? Mij betreft, en reet maar aan, hoor. En als je nu op kop zou liggen? Ik zou er nog geen reden aan vinden, maar... Het is moeilijk om elkaar te bereiken. We hebben elkaar even bereikt toen het goed ging. Nogmaals, als het goed gaat, kan elkaar bereiken. Maar als het niet goed gaat, ja, Bart smijt met schaatsen. Nou, als je het gehad hebt, hebben we het gehad. Nou, dan is het gewoon, dan leggen we het bijltje erbij neer. Dan gaan we morgen zitten, net als... Guido en Maxime en Joep en Marianne en dan is het einde oefening. Dan moet je alleen goed overleggen. Tussen Bart en mij botst het altijd al. Maar ik denk in de heets van het strijd blijkt dat wij toch te veel verschillende persoonlijkheden zijn en te veel een andere mentaliteit hebben. Het gaat mij niet, het heeft niks met mentaliteit te maken. Ik heb het wel gehad. Je kan wel zeggen van ja, je mentaal. Als ik morgen naar huis moet, ga ik naar huis. Want ik vind het inderdaad niet leuk. Ik vind het wel heel interessant. Nou, mooi voor jou. Ik heb op dit moment echt afzicht, ik voel me absoluut eenzaam. Ik heb niemand, echt niemand met wie ik mijn verhaal kan delen. Pieter en Regina spelen morgen in de proef tegen Hanna en Terence. En ze nemen alvast een voorproefje op de overwinning. Pieter! Warm gin tonic. Ik denk dat wij voordeel hebben, want we hebben natuurlijk heel uitgebreid in de bus kunnen praten over alle regeltjes, in, uit, gooien een bal. Nou, kortom, dat is ons allemaal uit en ten treuren uitgelegd. You taught us everything you knew. And let's play cricket. Let's play ball. Hanna en Terence hebben al snel een plek voor de nacht gevonden. Vlakbij het cricketveld stonden een paar huisjes. En daar zijn we toen naartoe gelopen en gevraagd of we daar mochten slapen. Sleeping place for us? Can we sleep here? Can we sleep in your house? Yes, really? With your family? Oh, wow. Who made this? Hoe maakt dit? Toen bleek die hele buurt artifarties te zijn, of niet kunstenaars en zo en artiesten. Dankjewel. Oh. Bart en Chimène hebben eten geregeld, maar de sfeer is er niet echt beter op geworden. Dus morgen is de laatste dag van onze race, heb ik goed begrepen. Zou jij nog verder willen? Nee, voor mij hoeft het niet, nee, op deze manier. Nou, op een andere manier wel. Ja, maar er is met jou niet een andere manier te begaan. Ik bedoel... Ik word ook constant afgesnauwd door jou. Als ik ergens over begin, is het gelijk van... Dat is niet de discussie nu. De discussie die kappen wij morgen. Dat is de discussie. Ja, maar ik dacht ook nog wel gezellig te hebben met jou, hoor. Ja, nou, doe er dan iets aan. Loop dat niet alleen te stressen als een kikker zonder kop? Ik loop niet alleen maar te stressen. Denk jij er één seconde over na hoe eenzaam ik hier ben, hoe nul communicatie er is, hoe nul leuk het is?
Ik ben moe vandaag. Morgen is de laatste dag. Oké. Prima. Om de VIP's een hart onder de riem te steken, mogen ze voor het eerst bellen met het thuisfront. Mag ik bellen met Nederland? Hoe is die schatje? Hé, de meid is met je zus. Willen jullie al met mijn vrouw spreken, jongens? Ja, man, echt dat we allemaal meemaken hier is echt niet normaal. Oh, het is echt bloody zwaar. Want ik ben in India en ik heb ook de jungle gezien waar het Jungle Book is opgenomen. Maar Hanna en ik zijn heel fanatiek en die twee zijn heel fanatiek, dus het is wel zo pittig. Ja, er zijn nog twee teams afgevallen. En morgen wordt beslist wie er nog meer gaat afvallen. En soms schaam je je dood, weet je wel, dat je iets moet vragen. Dat je denkt, nou, dat ga je er niet vragen. Ben je verliefd geworden op Pieter of niet? Nee. Ja. Maar morgen doen we de etappe waar we eruit kunnen. Dan gaan we eruit. Ja, we hebben geen zin meer. Nee, er is geen ruk aan. Nou, het gaat met Chimène en mij helemaal niet. Dus. Nee, ja, we hebben ruzie. Oké, ik hou van jullie. Dikke knuffels. Oké, dag. Sebastiaan, het duurt wat lang voordat je me hoort, oké? Ja, maar ik hou niet heel dichtbij mijn oor, dus ik kan niet steeds horen. Oké. Weet je wat ik heb gezien? Nee. Een aap. Dat is een aap gezien. Ja? Een aap. Ja. Hallo? Papa, je moet weer rennen hoor. Wat zeg je, lieverd? Je moet weer rennen. Sebastiaan. Een telefoongesprek van een kwartier is voldoende om even te aarden met Nederland. Dat je gewoon eventjes weet van, oh ja, dat ligt ook nog. Het is wel een andere kant van de wereldbol, maar het is er ook nog. En het huis staat er nog en het gaat er goed. Het bericht dat we naar huis mochten bellen kwam bij mij niet op het moment dat ik het thuisfront gerust kon stellen. Ik ben natuurlijk vol in emotie over het vinden van een slaapplek en dat we niet hadden gewonnen. Ja, ik ben heel onder de kloot. Dus laat me gewoon niet los. Ja, toen ik eenmaal de stem van mijn vriendin hoorde, had ik echt zoiets van... Ik heb zoiets van, dit is privé. Sorry, ik heb het niet. Ik denk dat Bob gewoon echt tegen de muur aangelopen is. Ik denk dat hij geschrokken is van zichzelf. Je komt in zo'n stad en het is broeierig en het is vies en het is dromme mensen om je heen. Hij trekt dat niet meer. Hij is daar bang voor. Het telefoontje naar huis heeft Bob nog meer doen twijfelen over zijn verdere deelname. Gaan we nog even een plaats om te slapen? Heb je nog koekjes? Ja, ik heb... we hebben nog koekjes, ja. Wil je koekjes eten? Op de maaltijd. Koekjes en bananen. Ik voel mijn lichaam gewoon steeds meer uitgeput raken. Ik ben vermoeid en ik merk gewoon dat mijn lichaam mijn spieren bijna gaan opeten om maar aan energie te kunnen komen. 20 kilo afgevallen, ik heb geen spier meer over. Dus heb ik 9 weken voor nodig om dat op te bouwen. Nou, dan is het winter. Is dit nou wel waard dat ik mijn lichaam zo afpeiger? En zo eigenlijk mijn sportcarrière op de loeren leg? Maar ja, voor mij is dat als mijn thuisfront zo achter me staat, weet je wel, als een soort van... blok achter me voelt, moet ik er namelijk even rustig over nadenken. Ja, nee, zo gaan we... Toch? Ondertussen maken Hanne en Terence zich onder grote belangstelling op voor de nacht. Gezellig zoiets om het te zien. Ja. Er was dus één gezin. Die heeft dan een fan in de kamer. En die had zoiets van, dit is het meest zieke kamer. Dus jullie mogen hier slapen. Dat schijnt dan normaal te zijn. Oh nee, als dit de hele nacht gaat gebeuren, dan ga ik echt niet slapen. Wat was dat? Beestjes. Hij loopt wel weer weg. Hallo. En wat?
Is dat possible? En toen stond er weer ergens een man en die zei van, nou kom maar mee. Die bleek eigenaar te zijn van zo'n A1 hotel of zo'n eetschuur, annexe, pompstation langs de weg. Zo modern. En hij was wel bereid om de twee bedjes neer te zetten. De rolluikjes naar beneden te doen en dan mochten we slapen. Ik zou graag even een douche willen. Is there also water to wash? Over there. Wow. Can we use it? Yes. Wow. Lekker douche, man. Lekker douche. Voor ons is dit spel afgelopen met ons tweeën samen, zo dicht bij elkaar. Dat werkt niet. We zijn geen goede match. Dat bedoel ik niet eens qua levenspartner, maar gewoon qua vrienden ook niet. Lukt niet. De tweede dag van de etappe. Pieter is al klaar wakker en neemt nog even de regels van het cricket door. Nee, je moet cricketen. Ja. Ik kan niet aan, hoor, zo vroeg ochtend. Het is 6, maar hoe geven ze naar de rims aan? Nee, zo, heel langzaam. Gaat die hand omhoog en doen ze zo. Good morning. Hey. How are you? It's a very important match for you. Yes. Yeah, for us. Yes. You have to know how to bowl. I think she knows. Can I kick the ball? Good. Shall we try? Good. De twee andere duo's doen niet mee aan de proef. En Bart en Chimène bespreken hun problemen met Bas en Bob. We willen bijna maar doorgaan, alleen met elkaar niet. Nee. Zodra ik iets zeg, dan is het van, ja, je kent jezelf niet. Ja, wat moet ik dan nog? Ik kan dan niks meer. Onderling gaat het niet. Je hebt niet gezellig. Individueel, door maar onderling gaat het niet. Je ziet gewoon niet meer zijn moeilijkheid. Ja, ik zie het wel. Maar het doet er geen reet aan. Ik laat me lekker moeilijk hebben. Zij helpt me heel goed. Bart en Chimène is natuurlijk een getrouwd stel. Die slaan met de koppen tegen elkaar. Het gaat maar door en het gaat maar door. En die hebben last van elkaar. Dus er zat iets in van Bart wilde naar huis, Chimène wilde doorgaan. En ze letten nooit op elkaar. Daar hebben we goed naar geluisterd. En ik wil best vechten, maar ik vecht tegen de bierkaai van mijn gevoel. Oké, maar gisteren was ik super positief. We lagen laatste. Wie begint er over het kutspel en over zijn creditcard en de kapper mee? Wie is daar het eerste mee begonnen? Ja, dus niet mij de schuld geven. Als jullie echt bereid zijn je mond op slot te gooien op het moment dat je voelt aankomen, dan draai jij over. Dan weet ik zeker dat jullie finale plaats halen. Weet ik zeker. Dus ik zou zeggen, als ik jullie psycholoog zou zijn op dit moment, en jullie zouden het echtpaar zijn, dan zou ik zeggen, ja, lieve schatten, praat er nog eens een keertje over met elkaar en ga voor de finale. Dat is het probleem. Dat is het probleem, we praten Nee, maar jullie willen het liefst hebben dat de ene schuld ergens van heeft. Daar moet je mee stoppen. Als je bereid bent om niet meer over schuld te praten, gaat het open. Door de counseling van Bas en Bob lijken de gemoederen bij Bart en Chimène even bedaard. Pieter en Regina zijn allebei klaar voor de wedstrijd. Maar ze willen ook allebei de bal slaan in de proef. Je vindt het eng, hè, om het uit handen te geven, het slaan. Nou ja, het enige wat ik denk is dat ik een kansje maak om een bal zo hard te slaan, dat hij dus echt weg is. Jij slaat die ballen wel raak. Maar ik denk dat als het erop aankomt, sla ik veel verder. Ze wilde zo graag betten. Ze had ook een hele theorie ontwikkeld over waarom zij moest betten. Als ik hem een keer goed raak, dan ligt hij ook over het gebouw heen. Ja, maar ja, als ik hem goed raak, dan gaat hij ook over het gebouw heen. Oké. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie de regels van cricket inmiddels een beetje kennen. Want zo dadelijk gaat één persoon van elk duo een wedstrijdje spelen. Maar dan wel in een speciale Peking Express VIP-versie. Jullie krijgen 12 worpen en daarin moeten jullie zoveel mogelijk punten en zo min mogelijk strafpunten maken. Voor iedere bal die uit de cirkel wordt geslagen krijgen de spelers een punt. Maar als de wicket wordt geraakt, is dat een strafpunt. Eén persoon van elk duo die gaat het spel spelen. De ander moet dit publiek enthousiast krijgen voor de wedstrijd. Want dat publiek heeft ook een stem bij het bepalen van de winnaar. Weten jullie de rolverdeling al, Pieter en Regina?
Ik ga slaan. Ja? Ja. Ik ben een bedsvrouw. Dus jij wordt de publieksmanner, Pieter? Ik, tuurlijk. Maar I love the audience. Nee? Gewoon dood en doodstil. Van die kinderen die waarschijnlijk helemaal kapot zijn geschrokken. Anna Terentse, wie gaat het bij jullie doen? Jij gaat spelen? Dan wens ik jullie heel veel succes. Oké, Regina! 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 Ja, we zaten een hele tribune vol met vrolijke gassies. En de bedoeling was dat ze heel erg enthousiast zouden aanmoedigen tijdens het spel. Het slaan ging in het begin niet zo goed, want ik had Anand's advies niet opgevolgd. Follow the line of the ball. En toen herhaalde hij dat nog een keer, dacht ik, oh ja, en toen ging het gewoon goed en toen sloeg ik zo ook het veld uit. Ze heeft die bal gewoon 3-4 keer zo'n klap gegeven dat hij niet meer eens meer terug te vinden was. Ze was alleen een beetje vergeten de paaltjes te verdedigen. En dat betekent dus strafpunten. Ik vind het publiek een beetje stil begint te vallen, Pieter. Can we call Regina again? Regina, 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 kom aan! No? Oké! Regina dwingt met haar slagkunsten toch applaus af. Dan is het de beurt aan Hanna en Terentse. Ze beginnen meteen het publiek op te warmen. Ik heb natuurlijk nog nooit gecricket. Ik heb nou ja, middelbare school wel eens een keer gehonkbald. Maar het publiek vindt het prachtig. Raakte ik hem wel. Hij is nooit buiten het veld gekomen, helaas. Terentse weet precies hoe ze het publiek moet bespelen. Ik nou gewoon alle energie er even in storten. En ik heb zo plezier gehad met die jongens. Puntentelling. Regina, jij hebt het meeste geslagen. 24 om 16, dus dat is één punt voor jullie. Maar Hanna, jij hebt de minste uits. Dus dat betekent dat dat weer een punt is voor jullie. De stand is dus 1-1. Gaan we nu kijken wat het publiek van jullie vond. Want het publiek heeft de beslissende stem. Daar gaan we. Gele vlaggetjes, maar nog veel meer blauwe vlaggen. En dat betekent dat jullie de vrijgeleide hebben genomen. Door het winnen van de proef kunnen Hanna en Terentse niet meer geëlimineerd worden in deze etappe. Pieter en Regina moeten weer gaan liften. Van het publiek konden we niet winnen. En terecht dat Terentse en Hanna die vrijgeleide hebben gekregen vandaag. Autograph, autograph. Nou, ladies, congrats. Hey, thanks. Met pijn in mijn hart hoor, zeg ik het. Ik zeg dat met pijn in mijn hart, want dit had natuurlijk niks met cricket te maken. Dit, dat is echt finesse. En het is echt niet persoonlijk, hè? Nee, nee. Maar het is gewoon Frank. Ik begrijp helemaal niks van het spel. Het leek alsof dat Regina ergens ja, toch een soort van jaloers op was of zo. Of dat wij de vrijgeleide hadden gewonnen. Bye bye everybody! Hanna en Terentse genieten van de aandacht. Maar dan is het tijd om afscheid te nemen van hun baboe. Helping us? Yes, thank you so much. We wouldn't have one without you. Thank you. Ja, ik vond baboe echt een hele leuke gast. Ja, hij heeft ons ook echt geholpen. Hij wou ons ook echt helpen. Hij wou niet verliezen. Kijk wat we van Babo hebben gekregen. I miss you. Mijn vrienden zeggen altijd mee, je hebt het gewoon niet eens door als mannen je leuk vinden. Misschien ben ik daar wel een beetje naïef in of zo. Straks in Peking Express VIP,
Terwijl Chimène alles geeft, wil Bob niet meer verder. Help me alsjeblieft om eruit te gaan. Hanna en Terence hebben door het winnen van de proef de vrijgeleide overgenomen van Pieter en Regina. Where do you go? How many kilometers? 5 kilometers, please, please, please. Yes, thank you. Zij moeten net als de andere twee duo's naar de miljoenenstad Hyderabad liften. Voor het koppel dat daar als laatste aankomt, is de race voorbij. Regina is nog niet helemaal over het verliezen van de proef heen. Ik ben zo slecht verliezer. Niet normaal. Dag aan Hanna. Hanna was er met al die jongetjes aan het flirten. En Terans pakte dat leuk op door de hele tijd Hanna te gaan roepen. Ja. En die jongen die erbij was, die... Dat was ook goed hoor. Hij zei, Hanna is my girlfriend. De ergernis van Regina over het verliezen van dat spelletje af. Ook dat was binnen 5 minuten over. Prima, dan gaan we liften. Ik ga rammen voor mezelf. Ik ga deze strijd verliezen met opgeheven hoofd. En niet als een mietje, want dat is niet mijn mentaliteit. Dus ik ram hem erin en ik sprint mijn benen onder mijn kont vandaan. Om in ieder geval te zorgen dat ik, als ik verlies, met verheven hoofd verlies. Gaan we allebei rammen? Nou, ram ze. Veel plezier. Kijken of we dezelfde auto zitten. Sir, hallo. Sir. Mister. Ik denk dat je overvallen wordt. Dan is het en daar alweer. Toch ging een goede stad uit. We passeerden Bart en Chimène een paar keer. Dus ik vond het wel redelijk goed gaan. Very busy here, please. We gaan Bas en Bob. Ja? Ja. Door alles wat er gisteren is gebeurd, is er bij Bob iets geknapt. Ik heb op de klote dat ik niet verder wilde. Voor de rest heb ik dat eigenlijk een beetje stilgehouden. Ik had echt zoiets van tot hier en niet verder. Blijf Bobby! Kom. Waar gaat hij heen? Direction Hyderabad. Kom. Ik vind dat hij is een sportman, dus hij moet ook door diepe dalen kunnen gaan en daar weer uit naar boven komen. Dat kent hij tenminste, dat weet ik van hem. Die verhalen heeft hij verteld. We hebben nu genoeg sommermans gedaan. En daar moeten we even door. Dan even kop thee drinken. Een kleine hufte ben jij, hè? Jeetje. Doe je met schaatsen ook, als iemand anders van je wil winnen? Ga je dan zitten stangen? Of niet, zeg eens? Ja, nee, goed. Je moet altijd in de kleedkamer een mentale oorlog voeren. Echt waar? Ja. Echt waar? Ja. De vrachtwagen moet stoppen, tot de vredenheid van Bob. Nou, even een kopje thee. Ik ga wel lekker een kopje thee drinken. Ik pas wel op de spullen. De lijnpoging van Bas en Bob heeft bij Bart en Chimène effect gehad. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik heel veel aan het gesprek met Bas en Bob gehad heb. En zeker met Bob, omdat die jou natuurlijk door en door kent. Dus die heeft mij wel wat tips en tricks aan de haak gedaan over de gebruiksaanwijze van Bart Veldkamp. Dus dat was, wat mij betreft, was het wel oké. Ja, voor okay. Mij ook. Fijn gesprek. Op de snel mogelijk. Ja, oké, maar dat voor ons. Ja. Maar oké, dan ga ik. Ik ga zelf mijn lol maken. Ja, we gaan zelf onze lol maken. Nou, dan rijd jij zelf. Ik baal gewoon van dat we het bij het met elkaar niet gezellig hebben. En ik blijf dan daaraan werken op mijn manier, weet je wel. En dan probeer ik het. En dan lukt dat niet. En dan ben ik weer heel snel van, ga maar zitten. Wat gaat er gebeuren? Ik denk even tanken. Tanken, oké. Heb je thee al gehad of niet? Nee, voor mij even dat maken. Maar ik heb het echt helemaal gehad. Ja. Dat weet je ook. Maar ik kan jou niet tegen je wil iets laten doen, weet je wel? Ik doe het echt een... totdat ik de uitslag hoor, wordt voor mij echt een meest spannende dag. Ik heb allerlei dingen geprobeerd. Ik heb hem alleen gelaten. Ik heb mijn rug toegekeerd. Ik heb hem ook expres lang niet aangekeken. Ik heb hem proberen te overtuigen van een aantal zaken. Ik heb hem van via de sportmannenkant benaderd. Jij kent ook de mentale oorlogsvoering uit de kleedkamer. Ja, ja. Ik zou je wel even geestelijk bewerken. En daarnaast had ik een goede motivatie, namelijk dat mijn zoon tegen me geroepen heeft dat hij vond dat ik moest winnen. Maar stel je voor dat die dagen die nog komen gaan heel erg mee zouden vallen, weet je wel. We hebben nog een soort rustmomenten, goed slapen zit er nog in. Nee, alsjeblieft niet.
Help me alsjeblieft om eruit te gaan. Samen een liedje zingen of zo, dat je vrolijk wordt? Nou, als ik gewoon zeker weet wat Bart en Simone doorreven. Ah joh, wat weet je nou zeker? Wat is zekerheid in het leven? Wat is zekerheid in India en wat is in het spelletje? Kom op, Bob! Bart en Simone willen Bas en Bob voorblijven, maar het zit ze niet mee. Deze stukken kun je misschien nog beter een riksa nemen. Dan over de riksa, kom op! Nou, we zaten dus in die vrachtwagen, werden we ingehaald door zo'n geel dingetje. Ja. En dan ga je toch weer twijfelen, weet je, dat het even te lang duurt. Nou, zullen we dan maar uitgaan? Dank je wel, dan. Moet ik ook in mijn auto weer. Dat gaat, hè. Ah, ik ga gewoon Bas. Ja, Bas. Ja, kan je ook niet zo doen. Kan ik ook niet zo doen. We blijven heus niet achter ons rijden of zo, in een kleine wagen. Ik zat er eigenlijk wel heel relaxed, alleen ik was bang dat Bas en Simone toch elkaar een andere weg in zouden sturen. En wat wij niet zouden zien dat we opeens achter voor hun lagen. Bart en Simone willen gewoon winnen, man. Haast erop. Hier, kom zo. Daar gaan ze. Daar zijn wij binnen. Hier zijn ze. Bob wil nu maar één ding. En dat is achter Bart en Simone blijven. Zo. Bart, kom maar. Bart, kom hierin, joh, Bart. Ja, Simone wil dat niet, joh. Ja, waarom niet? Gaat het hem spier over de finish? Ja, zij nodigen ons uit. Ja, maar Bart, nee. Voor mij Bart ook. Oké, okay. Ja. Bart! Hier! Nou, hier, ik zit in die auto. Oké. Okay. Okay. Het ligt niet aan mij, jongens. Nee, oké. Okay. Hey, wait. Anders wordt Bob gek. Nee. Nou, laat maar gaan. Go. Is oké. Bas die heeft gisteren zijn zoontje gesproken. En dat gaf me nog enige twijfel. Van papi, je gaat toch wel winnen, hè? Toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, moet ik het nou door mij laten belemmeren? Pieter en Regina liggen comfortabel op kop. Dan moet je met mij liften? Ja. Met wie had je liever gelift? Nou, nu ben ik er helemaal top content mee. Maar in het begin had ik vooral denk ik met iemand willen liften die of heel fanatiek was. Dus inderdaad of een Bart. Omdat ik ook best wel fanatiek ben. Maar ja, dan krijg je hetzelfde met Germaine. Rennen, vliegen, schreeuwen, ja. Blullen. Ja. Ik zie bij Germaine en Bart. Het grootste gevaar in het feit dat ze door de hectiek die ze zelf gedeeltelijk veroorzaken, niet de juiste beslissingen zullen maken. Bart en Simone vragen zich ook af of ze wel de goede lift hebben genomen. Het gaat goed. Nou, gaan we in zo'n via langs een vrachtwagen in een blinde bocht. Ik heb vrachtwagens op mijn hand zien komen. Ik zat de hele weg om maar een ruk aan het stuur te geven. Ik kan nog nooit zo'n mensen rijden. Ja, ik zit constant te denken van... Ja, ik ook. Ik zit daar helemaal ook heel erg op te letten. Ik ga, als ik bij Boeddha ben, eerst maar even bidden, denk ik. Bij dit enorme Boeddha-beeld wacht ik de drie racende duo's op. Maar om hier te komen moeten ze eerst nog een flink stuk roeien over het Hoesijn-Sagarmeer. En het duo dat hier als laatste binnenkomt, moet terug naar Nederland. We are in a competition. Please, sir. Thank you.
1, 2. Boom. Ja. Jullie zijn binnen. We zijn binnen. Als hoeveelste? Eerst. Pieter en Regina zijn zeker van de volgende etappe. Het gaat nu tussen Bart en Chimène en Bas en Bob. Hyderabad heeft veel invalswegen en Bob vertrouwt het niet. Hij wil per se als laatste binnenkomen. Maak je deze zorgen, man? Jij denkt dat je gewoon per ongeluk toch in de finale komt. Hallo. Go, no, 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 drive fast, 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 maar hoe kan die? 1 kilometer. Fast, 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 maar hoe kan die? Allemaal welkom hier in Hyderabad. Dit is het einde van de 6e etappe en ook het einde voor één van jullie. 3 duo's gaan nog maar door naar deze etappe, naar het zuiden van India. Bart, jullie moesten de eerste dag liften met een cricketspeler en een zware tas vol cricketspullen, dankzij Hanna en Terence. Ja, bedankt hoor. Hoe was dat? Ja, we hebben wel echt wel gemerkt dat we dus 3 auto's moesten laten gaan omdat we die tas bij ons hadden. Ja? Ja, absoluut. Dus het was wel een zuur ding, dat die tas. It's gotta be payback time. Ja, ga je het gemakken. En Bas, jullie hebben naar huis gebeld. Ja. Jij ook? Ja, nou. Hoe was dat? Ja, waanzinnig. Ja? Ja, fantastisch. Vertel eens. Ik zei tegen mijn zoontje, ik heb een aapje gezien. Mama, hij heeft een aapje gezien. Ik heb een ossenwagen gezeten. Hij heeft een ossenwagen gezeten. En wie is er afgevallen? Toen dacht ik, oh ja, papa moet voor de winst gaan. Ja. Ik ben meteen naar Bob gegaan. Ik zei, Bob, jongen, wat er ook gebeurt, maar we gaan voor de winst. Goed. Een van jullie verlaat hier in Hyderabad de race. Jullie gaan sowieso door, Hanna en Terence. Gefeliciteerd. Dankjewel. Een ander duo dat sowieso doorgaat, Pieter en Regina. Want jullie waren hier als eerste. Ook gefeliciteerd. Dankjewel. Wat is er gebeurd, Pieter? Jullie hebben een moeizame start gehad en in één keer winnen jullie etappe. Pieter, wat is er gebeurd? Ja, het is een kwestie van lange adem. Kijk, ik wil niet veel zeggen, maar die sporters die kunnen 10.000 meter een leuk meekomen, zullen we zeggen. Ja. Maar ja, het is 3 weken. Ja, die 100.000 schermen, ja. Precies, en dat scheelt. Blijven dus over Bart en Chimène en Bas en Bob. Voor één van jullie is hier Hyderabad het einde van Peking Express. Het koppel dat hier als laatste is geëindigd deze etappe. En vandaag dus de race moet verlaten en naar huis toe gaat. Dat zijn Bas en Bob. Moet je wel juichen nou. Ja, moet je wel juichen, ja. Juichen, yeah. Goed gedaan, jongens. Dag. Zo, alles goed. Ah, jammer. Jongen, hey. Bedankt, jongen. Heel goed. Thanks for the pep. Broeder. Ja. Doe je voorzichtig met jezelf? Ja. Oké. Ik kijk ernaar uit om zo meteen mijn eigen bed weer te leren. Ik wil van de winter nog weer heel hard rijden. En ik denk wat de sportman gezegd heeft, stop. En mijn hart zegt, blijven gaan. Voel jij je schuldig naar Bas? Ja, absoluut. Better. Nee, jongens. We zijn toch een soort stelletje, deze rit. En hij wil echt niet. Nou, dan kan ik wel echt wel willen. Maar iemand die dan echt niet wil, die weegt een stuk zwaarder. Dus jullie zijn als 2 onbekenden van elkaar begonnen. Ja. Hoe zou je de relatie tussen jou en Bob nu typeren na 6 etappes liften? De eerste afspraak die er is dat hij mijn zoontje moet uitleggen waarom hij nou niet wilde winnen. Ja. Zeker een excuus maken. Dat lijkt me vrij ingewikkeld. Nee, dat is niet zo ingewikkeld. Je moet gewoon de waarheid vertellen. Ja. Dus ik kom een keer met mijn zoon naar de schaatsbaan. En dus dan ga ik een kopje chai drinken in de zoon. Dan zoek jij het bereiken. Volgende week in Peking Express VIP. De koppels leggen de langste etappe van de race af. Is in de back? Oh, fuck. En Bart en Chimène. Niet naar kijken, ze staan hier. 600 kilometer in 2 dagen tijd. Koekjes? Godsamme, en dan laat ik ook naar auto's gaan. In de zinderende hitte van Zuid-India valt het liften vaak niet mee. We don't have money. Waar voor de een de finish dichtbij lijkt, is voor de ander de eindstreep nog heel ver weg. Heel gek horen hier. Nee, dat gaat niet lukken. Niet doen. Lekker vals spelen, lekker winnen. Good to be in.